Welkom vanuit Grolsvesten in Enschede. Daar is iedereen helemaal klaar voor deze wedstrijd tussen FC Twente en AZ. Een hele belangrijke wedstrijd dus voor AZ. 17e plaats na de eerste 4 wedstrijden van het seizoen. Uiteraard een wedstrijd minder gespeeld. Maar slechts 3 punten na 4 competitiewedstrijden. Dat is ontzettend slecht natuurlijk voor Alkmaar-Zaanstreek. En kan AZ breken met die negatieve serie hier vanavond in Enschede. Twente gestart dus met 7 punten uit de eerste 5 wedstrijden. Een magere start met 1 uit 3, maar daarna overwinningen op FC Utrecht en Vitesse. Dat zijn niet de minste ploegen die aan de kant werden gezet door de formatie van Ron Jans. We zien de opstelling van AZ, die van Twente heeft u al gezien. Geen verrassingen dus in de formatie van Jans. Want dezelfde opstelling als tegen Vitesse en Utrecht. Basisplaats bij AZ voor Sugawara. Von Witry is ziek. Klaasie op het middenveld geschorst. Daar speelt Tijani Reinders, die zo fraai scoorde in de wedstrijd tegen Heracles afgelopen zondag. Gudmundsson trapt af. En meteen dus ook het eerste balcontact voor Timo Letschert. Daar was voor het eerst de jarige Prupper. 28 vandaag. Robin Prupper. En ook topscorer dus van FC Twente met 4 doelpunten maar liefst. In de eerste 5 wedstrijden van het seizoen. Hier is misschien wel de eerste kans in de maak voor Twente. Via Vlap, goed teruggelegd van Wolfswinkel. En hij zit er al in ook. 32 seconden. Met de hoofdrol voor Vlap. Want Vlap legt die bal perfect klaar. Daar weet een spits als Van Wolfswinkel wel raad mee. Niet buitenspel, Vlap. Letschert is gezien. Martin Zindi heeft hier geen tegenstander. En Van Wolfswinkel scoort. Mietje. Die veel ballen onderschept. Als middenvelder van AZ, maar de laatste tijd ook wel grossiert in balverlies. Dat was zo in die Europese wedstrijd tegen Randers. Als De Wit hier een goede kans lijkt te gaan krijgen, maar het was ook buitenspel. Bovendien, prima verdedigd door Prupper natuurlijk. Wijndal. Mietje. Tegenover Zerouki. Voorzet van Sugawara. Karlsson vrij, doet het met de borst. Pavlidis valt om en bijna nog het doelpunt. Het was uiteindelijk buitenspel, want de assistent scheidsrechter steekt zijn vlag omhoog. Hier niet, Karlsson. En is dit een overtreding, kun je je afvragen. Maar Makkeli heeft al te horen gekregen dat er niets geks is gebeurd. Letschert in de fout. Nou, dan komt de 2-0. Ja. Van Daan Rots. Wat een fout. Zo ga je geen wedstrijden winnen. Onbegrijpelijke misser. Die keihard wordt afgestraft door Daan Rots. Kan die bal gewoon terugspelen op zijn eigen keeper, op Vindaal. Wil die bal nog controleren, Rots. Is hier Letschert de baas. Zo kan het dus nog erger voor AZ. Nadat het al 3 van de eerste 4 competitiewedstrijden verloor. Sugawara, AZ moet snel met een antwoord komen. Dat wist hier bijna. Van Pavlidis. Goeie voorzet. Sugawara. Pavlidis blijft achter de bal. Geen buitenspel. Tweede goede ingreep van Oenerstal. Hatsidiakos heeft heel snel een warming-up gedaan. En dan gaat Pascal Jansen ingrijpen. Pavlidis. Nog eens Pavlidis.
Gudmundsson. Even wachten op Sugawara als bliksemafleider. Pavlidis. Volgende kans. En dan mag er voor een spits toch ook wel een keer eentje in. Martens Indy. Goeie bal. Karlsson, Pavlidis weer in positie, maar Karlsson wil het zelf doen. Daar gaat Letschert. Na 20 verschrikkelijke minuten voor hem, wordt hij uit zijn lijden verlost. En is Hatzidiakos zijn vervanger. En inmiddels maakt Martens Indy een overtreding op Van Volswinkel. En gaat hij in het voorbijgaan misschien wel op zijn been staan. Op de kuit van Van Volswinkel. Daar in de landing, dat is pijnlijk. Inmiddels heeft Martens Indy ook een gele kaart gekregen. Mooie trap, Mietje. Karlsson. En toch maar geschoten. En machtig geschoten door Jesper Karlsson. Zo komt AZ terug in de wedstrijd, kort voor rust. En natuurlijk is het Karlsson die het doet. Loert al de hele eerste helft op een mogelijkheid om lekker uit te halen. Eén schijnbeweging en dan echt een heel hard schot. Krijgt AZ nog een mogelijkheid. Mietje. Reinders. Behoorlijk wild hier. Limnios, maar hij is er wel met de bal vandoor. En er komt er misschien wel een kans voor Twente. Flap is er. Ja, goede bal. Flap, flap. En helemaal vrij voor het doel was Rots. Maar ja, krijgt die bal er maar. Hier is Manfred Ugalde uit Costa Rica. Ook afgelopen weekend invaller in de wedstrijd in Arnhem tegen Vitesse. Hij komt dus als vervanger van Ricky van Volswinkel. De Wit laat zich verrassen. De Wit laat zich verrassen. Moet deze overtreding maken. Dat kost hem weliswaar een gele kaart. Want er loopt nog een verdediger van AZ bij. En je kunt ook zeggen, het is een belangrijke overtreding. Want anders gaat Ugalde op weg naar 3-1. Wat kan Flap als de AZ-muur staat? Flap. En in de goede hoek dus Peter Vindal. In ieder geval hard geschoten tussen de palen. Mietje. Mooi verlengd Karlsson. Abu Ghlal. Wie is er eerder bij de bal? Abu Ghlal of de keeper? Daar is Oenerstal. Hij moest ontzettend snel komen en hij kwam ontzettend snel. Geel voor Prupper. Sadilek. Weer goed gespeeld door Limnios. Ugalde. Troepé vergeet de bal. Karlsson meteen weer opgejaagd en dus kwijt. Brama. Wie haalt eruit? Brama met links. Zo. Geplaatste bal van Wout Brama met zijn chocoladebeen. Maar het was helemaal niet zo'n slechte poging. Buitenspel, Abu Ghlal. Vlag blijft omlaag. Vlag blijft omlaag. Pavlidis scoort. En nu gaat de vlag dan toch omhoog. Ja, het was overduidelijk buitenspel. Abu Ghlal. Meter of 5. Bij twijfel kun je wachten, maar dit was toch niet echt een twijfelgeval. Ongelooflijk. Zo'n groot verschil. Dan is het toch klip en klaar. Ja.
Mietje slordig. Bos. Misijan Willem. Het kan ook hier bij Ugalde. Ugalde. En Vindal krijgt de bal recht op zich afgeschoten. Daar had Twente de wedstrijd kunnen beslissen. Na de fout van Mietje. Hier Misijan met de actie. Goed teruggelegd. Limnios. En raak. Daar is de beslissing. Het is 3-1 voor Twente. Weer een nederlaag voor AZ. Limnios. Met zijn eerste Twente goal. Perfect voorbereid door Misijan. En zo maakt Twente hele grote sprongen op de ranglijst. Na overwinningen op Utrecht, Vitesse en vanavond AZ. Het publiek in Enschede viert feest. Twente wint met 3-1 van AZ. En die overwinning is dik en dik verdiend.